We hebben geluk. We hebben een deskundige in ons midden die alles weet van zorgtechnologie. Dr. Gerda Andringa. Zij is universitair hoofddocent bij de University College Roosevelt. En lector bij de Hogeschool Zeeland. En Gerda, hartstikke welkom bij deze meeting. Je bent een betrokkenen van het eerste uur bij AWOS. Angela verwees er net al even naar. AWOS is de onderzoeksgroep ouderenzorg in Zeeland, waar SVRZ ook deel van uitmaakt. Jij neemt ons mee in zorgtechnologie. We zien daarnaar uit. Dankjewel, Dirk. Ja, zoals net al gezegd, welkom allemaal. Goedemiddag, fijn dat jullie er allemaal zijn. Wat veel mensen, fantastisch. Mijn naam is Gerda Andringa en ik ga iets vertellen over zorgtechnologie. Wat en voor wie? Mijn onderzoek doe ik voornamelijk binnen de academische werkplaats Ouderenzorg Zeeland. In samenwerking met heel veel mensen in Zeeland. En hier zien jullie een aantal van onze partners. En wat doen we dan binnen zo'n werkplaats? Nou, dat is onderzoek en echt altijd midden in de praktijk. En we werken ook samen, zodat wat we vinden, dat we dat ook echt kunnen uitwisselen met elkaar. En dat we van elkaar kunnen leren. Dat vinden we heel erg belangrijk. Zorgtechnologie is steeds meer nodig. Als je naar het plaatje kijkt van Nederland met de blauwe vakken, dat is eigenlijk het belangrijkste plaatje van deze dia. Wat je dan ziet is dat als we naar 2040 kijken, dat we zien dat zo'n 8% van de mensen nodig is in de ouderenzorg. Dus 8% van de werkende bevolking zal dan in de ouderenzorg moeten gaan werken. Nou, iedereen begrijpt dat dat gewoon echt niet mogelijk is. En dat de bereikbaarheid en de kwaliteit van de zorg, maar ook de werkbelasting van jullie als medewerkers en het plezier, dat het daar echt onder te lijden heeft. Gelukkig heeft zorgtechnologie ook heel veel mogelijkheden om daar misschien wat aan te doen. En ik laat jullie hier wat plaatjes zien van heel veel verschillende technologieën. Dat gaat van robots tot sensoren in woningen, naar domotica, virtual reality, big data. Er zijn heel veel verschillende soorten van technologie. Ik ga daar zo nog iets meer over vertellen. En met elkaar kunnen die ook een verschil maken in heel veel verschillende thema's. Dat kan gaan over de bereikbaarheid van de zorg, maar misschien ook wel over de veiligheid van bewoners in verpleeghuizen of mensen thuis, of eventueel voor het verlagen van de werkbelasting. Nou, wat we zien is dat als we kijken naar technologie thuis, dat dat met name gericht is op de veiligheid en de autonomie van mensen die daar wonen. Dus bijvoorbeeld het gebruik van een sensor in een woning kan ervoor zorgen dat we zien dat iemand bijvoorbeeld 's nachts vaak uit bed is. Of als iemand heel lang niet uit zijn huis komt, dan is dat op die manier te zien. En dat kan een gevoel van veiligheid geven voor degene die toch nog heel graag wat langer thuis wil blijven wonen. En zo zijn er eigenlijk tal van voorbeelden waarbij technologie kan helpen om mensen autonoom te houden en het welzijn te verhogen. Nou, u heeft al een beetje geproefd aan al die soorten innovaties die er zijn. Het is niet mogelijk om nu in zo'n 25 minuten al die innovaties op te noemen. Dus ik wil eigenlijk aan jullie vragen om na te denken over de volgende vraag. Stel, je werkt in een organisatie, een zorgorganisatie, en je organisatie wil een technologie gaan inzetten. De organisatie vraagt nou jou om een voorstel te doen voor tenminste één nieuwe technologie. Jij moet dus nu een keuze gaan maken uit allerlei mogelijkheden. Welke vraag zou je dan eigenlijk willen stellen aan je opdrachtgever? Wat voor informatie heb je dan nodig? Als jullie met je telefoon op de QR-code gaan, dan kom je in een digitale omgeving, een WooClab. En met behulp van deze digitale omgeving zullen jullie in staat zijn om deze vraag te lezen en daar hopelijk ook een antwoord op te geven. Dus typ alsjeblieft het antwoord op deze vraag. Stel je wilt een zorgtechnologie inzetten. Wat is dan een urgente vraag die je hebt aan je opdrachtgever? Wat zou je dan van die opdrachtgever willen weten? Ik zie dat er al wat antwoorden binnenkomen. Het is voor mij een beetje moeilijk om te lezen wat daar precies staat. Ik zie... Ja, de antwoorden flitsen binnen en een paar belangrijke zijn. Wat is het probleem en wat is de doelgroep? Dus
voor wie doen we dit? Ja, heel goed. Dus ik zie ook, wat is het doel, inderdaad? Wat is de doelgroep? Ik laat mensen nog een klein beetje antwoord geven. Geef mensen even de tijd om daarop te antwoorden. Welk probleem lost de technologie op? Dat is ook een belangrijke die genoemd wordt. Wat moet het oplossen? Ja. En wat ik ook interessant vind is dat gezegd wordt, wat is het doel voor de medewerker? Wat wil je, wat is de impact op de medewerker? Ja, precies. Wat is het budget? Zie ik ook langskomen. Natuurlijk ook een belangrijke vraag. Is het veilig? Ook een belangrijk onderdeel wat genoemd wordt. Ja. Ik zie een heleboel belangrijke vragen langskomen. Dank jullie wel daarvoor. Dat zonder stekker is ook nog een opmerking. Dat is ook wel een interessante. Zonder stekker. Ja, dat gaat eigenlijk over de technologie zelf en of dat makkelijk werkt, denk ik. Dus dat is ook een hele belangrijke vraag. Nou, ik denk zelf dat een belangrijke vraag om eerst te stellen, en eigenlijk zou je opdrachtgever daar goed antwoord op moeten kunnen geven. Wat is nu eigenlijk ons primaire doel? Waarom doen we dit? En wat zijn dan precies de behoeftes van mijn organisatie? Dat zijn eigenlijk de uitgangsvragen die je zelf stelt. En dat wil niet zeggen dat die andere vragen niet belangrijk zijn. Het is heel belangrijk wat het budget is, zeker. Maar ik denk dat je een uitgangspunt moet hebben. Technologie is nooit een doel op zich. Dat is wel belangrijk om daarover na te denken. En vervolgens kun je dan nadenken over hoe doe ik inspiratie op? Hoe kan ik nu eigenlijk komen tot een goede keuze? Want er is ontzettend veel waar we uit kunnen kiezen. Nou, voorbeelden daarvan. Een eerste wat ik zou doen is, vraag gewoon eens aan je collega's wat zij denken. Vraag ook aan je bewoners, je cliënten, wat zij nodig hebben. Bevraag je manager nog eens goed, wat die denkt. Dus doe dit ook gewoon met je collega's en niet alleen. Doe dit niet in isolatie. Het fijne is ook dat als je samenwerkt in een academische werkplaats, dat het ook mogelijk is om bijvoorbeeld bij andere zorgorganisaties even om de hoek te kijken. Dus dat is een ander idee. Ga naar andere zorgorganisaties. Deel die kennis met elkaar. Doe dat binnen Zeeland, maar ook daarbuiten. Daarnaast zullen er in de chat nog een aantal websites gezet worden. Onder andere de inspiratiebox van Filans. Daarin kun je inspiratie opdoen voor nieuwe zorgtechnologieën in de zorg, in de verpleeghuiszorg, maar ook daarbuiten. En verder ook een hele mooie publicatie vanuit Waardigheid en Trots, die ook kan helpen en inspireren. Dus dat wilde ik jullie meegeven. Als je inspiratie op wilt doen, doe dat zeker niet alleen. Er zijn ook allerlei gidsen om dan het web op te gaan en die keuzes te maken. Maar ik denk dat je dit samen met collega's moet doen. En dat er al heel veel tools zijn die daarbij kunnen helpen. Wat er ook op de website van Waardigheid en Trots staat, is een implementatietoolkit. En die wil ik toch even aan jullie laten zien. Op die toolkit zien jullie ook heel duidelijk dat er staat, je moet je doel bepalen. En dat moet je koppelen aan je idee. Dus je kan wel een idee hebben, maar leidt dat ook tot het doel wat je wilt behalen? En als dat niet zo is, wees dan ook niet te bang om te zeggen, we doen het niet. Als je wel een goed idee hebt, dan wordt het tijd om te gaan kijken naar je doelgroep. En ik wil jullie meenemen met een voorbeeld. Een voorbeeld van een zorgtechnologie die is ingezet bij SVRZ aan de Thieboudstraat in Middelburg, waarbij er gekeken is naar de effecten van biodynamisch licht. We weten allemaal dat bij mensen met dementie er soms slaapproblemen kunnen ontstaan. En het onderzoek laat ook wel zien dat die slaapproblemen ook gerelateerd zijn aan allerlei gedragsproblemen. Dat mensen onrustig kunnen zijn, dat mensen angstig kunnen zijn, zich ontheemd kunnen voelen, agressief kunnen zijn. En die gedrags- en slaapproblemen en ook het zogenaamde sundowning, dat heeft soms te maken met die slaapproblemen. De bovenste grafiek die jullie zien laat een smartwatch zien en het donkere vlak is de nacht. En misschien zien jullie in die grafiek ook wel dat het opvallend is hoeveel deze persoon met dementie aan het bewegen is in de nacht. Eigenlijk lijkt het hele dag-nachtritme verstoord. Dus in de ochtend is er weinig beweging en in de nacht heel erg veel. Nou, mijn volgende vraag aan jullie, en die zit eigenlijk op diezelfde website, is als je nou zo'n zorgtechnologie inzet, hè, en je zet biodynamisch licht in,
Dus warm en koud licht, licht van verschillende temperaturen, over de dag in de woonkamers bij de Thieboudstraat. Voor wie doe je dat dan eigenlijk? En dan zijn er drie opties. Dat doe je voor de bewoners. Dat doe je voor de zorgmedewerkers. Of dat doe je voor zowel de bewoners en de zorgmedewerkers. En ik verklap alvast, er is niet echt een fout antwoord. Dus ik geef jullie even de tijd om daarover na te denken en daar een antwoord op te geven. Ik zie dat een aantal mensen zeggen voor bewoners en zorgmedewerkers. Ik zie ook dat mensen zeggen voor bewoners. Zeventien mensen zeggen tot nu toe voor bewoners en zorgmedewerkers. Drie mensen zeggen voor bewoners. Als er iemand is uit het publiek die het leuk zou vinden om even toe te lichten waarom ze dit antwoord hebben gegeven, dan kan dat. Dus u kunt ook zeggen, nou, ik vind het wel aardig om even te vertellen waarom ik dit antwoord heb gegeven. Dat mag in de chat, maar het kan ook dat u even uw microfoon aanzet en dan een antwoord geeft. Het is voor mij een beetje lastig om de chat te lezen. Is er iemand die daar wat over wil zeggen? Ik had zelf gekozen voor bewoners en zorgmedewerkers. Omdat ik als reden ervoor zie voor de bewoners is dat uiteraard positief. Maar de zorgmedewerkers kunnen daarmee ook wat meer rust ervaren. Dat ze zeg maar tijd kunnen besteden aan anderen. Heel goed, dankjewel. En dat is ook precies de gedachte die SVRZ daar ook wel bij had. Van je doet dat misschien niet alleen voor de bewoners. Maar op het moment dat mensen wat rustiger zijn. Wat meer in staat zijn om in de ochtend mee te doen met activiteiten. Wat minder sundowning hebben en ook 's nachts vooral wat beter slapen, dan kan dat de zorgbelasting natuurlijk ook verlagen. Dus je doet dit in eerste instantie voor je bewoners, maar het zou ook een positief effect kunnen hebben op de medewerkers. Nou, vervolgens in zo'n plan, in zo'n implementatieplan, ga je dan nadenken van hoe gaan we dit nu aanpakken? We willen dat biodynamische licht gaan inzetten, maar hoe doen we dat vervolgens? He, dus je moet er eigenlijk een plan van aanpak voor maken. En SVRZ had besloten om met de AWOS daar een stukje onderzoek aan te doen. Dus wat we gedaan hebben, we hebben aan de hand van Fitbits, dus dat zijn smartwatches, hebben we slaap-waakritmes gemeten en hartritmes. En we hebben ook het gedrag bekeken met behulp van de zorgmedewerkers. In de eerste week waren de lichten nog niet geïnstalleerd en in de latere weken waren die wel geïnstalleerd. Nou, en wat we eigenlijk zagen, ja, was een beetje gemixt. En dat is eigenlijk, nu zitten we in de fase van testen en nadenken over die bevindingen. Dit is wat wij vonden. Het belangrijkste, ik ga niet alles helemaal uitleggen uit deze grafieken, maar het belangrijkste is eigenlijk dat mensen toch iets meer geagiteerd leken te zijn door deze lichten. Wat we ook zagen is dat het activiteitspatroon gelijk bleef. De slaap nam wel iets toe. En wat ook interessant was, is dat het nachtelijke hartritme, met name tegen de ochtend, toch wat lager was. Dus de rode lijnen is allemaal met de lichtinterventie en de blauwe lijnen is op het moment dat dat nog niet zo was. Dus eigenlijk waren die resultaten een klein beetje gemixt. Ja, wat moet je daar dan mee? Ja, deze biodynamische verlichting kost ook heel veel geld, dus je hebt heel veel afwegingen te maken. En de afweging die SVRZ heeft gemaakt is, nou, op dit moment gaan we niet uitbreiden met deze verlichting. Maar de literatuur zegt toch dat licht belangrijk is. Dus wij gaan op andere manieren toch zorgen dat de natuurlijke belichting in de nieuw te bouwen woningen en te verbouwen woningen, dat die wat beter wordt. En zo kan het zijn dat een zorgtechnologie wordt ingezet, niet wordt doorgezet en dat je daar toch ontzettend veel van leert. Ik wilde jullie ook nog eens vragen of jullie nu factoren zien die de implementatie van een zorgtechnologie echt moeilijk kunnen maken. Dit is helaas even een nieuwe link, dus u moet hem even weer scannen met uw telefoon. Maar u heeft denk ik nu wel de smaak te pakken, hoop ik. Dus even deze link scannen.
En dan graag in één woord beschrijven wat een factor is die bijvoorbeeld implementatie kan bemoeilijken. Ik zie allerlei woorden komen. Zie je bijvoorbeeld dat het woord budget best groot is. Geld, tijd, kennis. Als jullie willen, mogen jullie ook meerdere woorden intypen. Wel achter elkaar, of na elkaar, sorry. Ik zie ook het woord angst staan. Ondeskundigheid, complexiteit. Ja, wat opvalt is dat toch de woorden budget en tijd vrij groot blijven. Maar opvallend is ook dat angst ook een groot woord is, hè? Ja. Motivatie, draagvlak. Ja. Misschien hoe moet ik met deze technologie omgaan? Hoe kan ik dat op de goede manier doen? Ja. Nou, dank jullie wel daarvoor. Dat geeft toch best snel even wat inzicht. En we zien ontzettend veel verschillende woorden staan. Sommige woorden kunnen we misschien wel clusteren. Maar inderdaad, bijvoorbeeld het woord tijd zit hier zeker in. En ik kan me dat ontzettend goed voorstellen. Zeker na de coronatijd, waarin de werkdruk zo ontzettend hoog was. Dat je ook wel eens denkt, moeten we nu ook nog aan de slag met zorgtechnologie? En dat is zo. Aan de andere kant is het ook wel zo dat soms die zorgtechnologie tijdbesparend kan zijn. En dit is een klein beetje een flauw plaatje. Hè? Iemand die draagt een nieuw wiel aan, waardoor de kar veel sneller kan gaan rijden. Maar eigenlijk hebben de mensen in de zorg, en terecht ook hoor, ik wil hier niet flauw over doen, het zo druk dat ze niet eens tijd hebben om tot zich te nemen wat die nieuwe zorgtechnologie dan eigenlijk behelst en hoe ze dat dan moeten gaan implementeren. En dat valt ook soms echt niet mee. Ik zit even naar de tijd te kijken. Ik denk dat we nog 5 minuutjes hebben. Eigenlijk zien we dat 2 dingen heel erg belangrijk zijn. Ten eerste, hoe ver is je zorgtechnologie? En er werd net al even een opmerking gemaakt over, zit er een stekker aan of niet? En is het wel zo dat het werkt op ons toch wel kwetsbare wifi-systeem? Dus hoe ver is die technologie? Hoeveel moet je er als zorgpersoneel nog aan doen? En dat noemen we ook wel het technology readiness level. Maar minstens net zo belangrijk, en dat zagen we net ook wel in die word cloud, is, zijn de mensen die hiermee moeten gaan werken, zijn die daar eigenlijk wel klaar voor? En dat noemen we ook wel stakeholder readiness level. Ik wil jullie meenemen met twee voorbeelden, waarbij er eentje best een laag technology readiness level heeft en een andere wellicht wat hoger. En dat zijn deze 2 voorbeelden die we ook in de academische werkplaats Ouderenzorg Zeeland onderzoeken. Het eerste is een virtual reality game waarbij we proberen met virtual reality, dus met virtual reality brillen, de cognitie en motoriek bij mensen met dementie en Parkinson te stimuleren. Het doel daarvan is dat je wellicht in de verre toekomst ervoor kunt zorgen dat mensen thuis kunnen trainen, hun motoriek bijvoorbeeld kunnen trainen, zoals Parkinson-patiënten, met een VR-game. En dat de data die daaruit voortkomen bekeken kunnen worden door een fysiotherapeut. En dat dit op die manier wellicht ook kosten kan besparen, reiskosten kan besparen en de zorg bereikbaar kan houden. Nou, jullie zullen allemaal wel begrijpen dat dit eigenlijk een techniek heeft met een technology readiness level, de VR met de game zelf, die nog niet zo hoog is. De fysiotherapeut moet hier nog behoorlijk wat aan doen en het systeem zelf moet nog aangepast worden. Op het moment dat het wel zou kunnen werken, zou dit behoorlijk impact kunnen hebben. Vandaar dat we hier toch ook achter de schermen aan willen werken. Het tweede is ook een systeem om mensen meer te laten bewegen. Maar dit is het systeem Film. En dat is eigenlijk de inzet van beweegvideo's, waarbij zorgmedewerkers met een druk op de knop beweegvideo's kunnen inzetten
die dan op het tv-scherm in de huiskamer van het verpleeghuis kunnen worden afgespeeld. Het doel daarvan is ook wel het verminderen van de zorg. Immers, als mensen meer kunnen bewegen, ook al is het maar een klein beetje, dan zijn ze ook beter in staat om nog zelf te eten. Dan hebben ze wellicht minder pijn omdat ze minder lang op één manier zitten. Dan kunnen ze wellicht zelf nog een deel van hun kleding aandoen enzovoort. En op die manier houden we mensen net iets langer fit. Ik wil jullie vragen om de volgende vraag te beantwoorden. En dan moet je eigenlijk iets hebben onthouden van de vorige dia. En dat ging over technology readiness level en stakeholder readiness level. Dus hoe hoog denken jullie dat het technology readiness level is van Philip? En hier zijn ook weer geen goede of foute antwoorden. Ja, ik heb wel een goed antwoord ingevuld, maar het is een beetje wishful thinking van mij. Dus het maakt niet zoveel uit. Maak maar gewoon een inschatting. En hoe hoog is dan het stakeholder readiness level van zo'n interventie? Ik zie dat mensen invullen dat er een vrij hoog TRL is. En misschien een laag SRL of toch een hoog SRL. Die wel wat verdeelde antwoorden hier. De balkjes bewegen nog wat. Maar Gerda, ik zag net ook al een opmerking binnenflitsen. Dat met één druk op de knop. Ja. Dat is vaak wel de belofte. Maar ja. Is dat niet vaak het probleem? Dat het te ingewikkeld is? Ja, dat klopt helemaal. En vandaar ook dat dit systeem zo is ontwikkeld dat het echt één druk op de knop is. Het is wel mogelijk om bijvoorbeeld die films door te spoelen. Aan de achterkant zit wel veel werk, want beweegagogen en fysiotherapeuten maken de films op die manier dat ze passen bij de huiskamers. Maar op het moment dat het in de huiskamer staat, dan is het niet meer bewerkelijk. Er is vervolgens ook een optie om aan te geven hoeveel mensen er meededen. Dus dat is er wel. En verder is het echt de bedoeling geweest om dit niet zo arbeidsintensief te maken. En er ook misschien voor te zorgen, en daar gaat nu dit onderzoek over, ervoor te zorgen dat er dan ook tijd over is om andere dingen te doen. Dus eigenlijk kunnen de bewoners dit zelf doen als groep. Je kunt het een paar keer voordoen, maar dan kunnen ze het wel zelf doen. En het geeft een leuke activiteit. Ik zou nog veel meer willen vertellen over zorgtechnologie, maar de tijd is zo'n beetje op. Ik wil eigenlijk nog een paar dingen meegeven. Voor de mensen die beslissingen maken over zorgtechnologie, dit is een heel droog plaatje. Ik ga hem ook nog wel even meegeven op een later moment. Dit is het hexagonmodel en dit is een hele goede implementatietool. Kijk vooral eens van, is mijn zorginnovatie klaar voor implementatie voordat je eraan begint? En verder in mijn laatste dia heb ik nog een hele hoop open deuren. En die zijn zowel voor de zorgprofessionals als de managers. Probeer vooral mee te denken, geef je behoefte aan. Vraag om training en tijd als je zorgprofessional bent en geef ook feedback. En voor managers zou ik willen zeggen, neem ook de tijd en luister naar je medewerkers. En belangrijk, sluit vooral aan bij de visie van je organisatie. Ik hoop dat jullie het enigszins leerzaam vonden en dank jullie wel voor jullie aandacht.